opschrijven van gelang dat de volgende grote komt. Ja. Je spullen pakken, opstegen en horizonten verkennen. Dat is wat ik heerlijk vind. Ik hoop dat jullie ook tijdens de voorbije vakantie daarvan hebben kunnen genieten en er terug met goesting en veel energie kunnen tegenaan gaan. Eigenlijk zijn onze kinderen niet anders. Ook zij willen grenzen verleggen, nieuwe dingen ontdekken en zijn van nature heel nieuwsgierig. De nieuwsgierigheid van de leerlingen kan voor jullie een schitterend werkinstrument zijn. Enthousiasme werkt immers aanstekelijk. Eens jullie samen opstegen, zijn jullie op elkaar aangewezen. En of het een behouden vaart wordt, dat hangt van jullie allemaal af. Van de leerkrachten en van de leerlingen. Wij hebben nood aan mensen zoals jullie, die vinden dat elke leerling bij ons een VIP is en een talentvolle ontdekkingsreiziger. Welkom aan boord allemaal. Als een leerkracht met zijn leerlingen vertrekt, begint een boeiende vaart. We kijken naar de wereld om ons heen. De ene ziet een brug en stelt zich de vraag hoe zo'n constructie tot stand kon komen. Een andere geniet van het schitterende landschap. En een derde stelt zich vragen bij de rookwolken die uit een toren komen. Het vergt een open blik om dit alles in ons op te nemen. En het vergt een open geest om naar ieders mening en ieders visie te kunnen luisteren. Op die manier wordt de richting van elke individuele reis beetje bij beetje duidelijk. Ik ben met de klas nog nooit in Lulu geweest. Je kan het vergelijken met een attractie in Disneyland. Hallo! Een vlucht zoals deze is niet vrijblijvend. Het vraagt heel veel verantwoordelijkheid en engagement. Het vraagt professionelen zoals u, die samen met de leerlingen de vlucht veilig maken. Gelukkig kunnen we binnen het GEO rekenen op een fantastisch team van professionelen die elke dag opnieuw hieraan werken. Na deze vlucht, die het vogelperspectief biedt, stappen onze leerlingen de wereld in. Zo kunnen ze al de talenten, al de kennis en alles wat ze hebben ervaren benutten om zelf in de toekomst hun eigen richting uit te zetten en hun eigen weg te bewandelen. Mooi, we kunnen ook heel ver zien, dat vind ik wel cool. Daar in de verte zien we Brussel. Je ziet daar het Atomium. Beste collega's, ik wens jullie een verrijkend nieuw schooljaar toe. Een leuk weerzien of een leuke eerste keer.
Ik hoop dat jullie een fantastische reis maken die nu start en verder loopt tot juni. Dus voor de landing straks niet vergeten, nu altijd goed vasthouden. Op een fantastisch nieuw schooljaar!